Ik ga deze maand proberen te koken voor 100 euro. Ik begin met knoflook en ui. Daarna voeg ik kruiden toe, zout, korianderpoeder, chilipoeder en kurkuma. Daarna voeg ik tomaten toe. Daarna voeg ik 2 aardappels toe. En 1 handje diepvriesbroccoli en 1 handje diepvrieserwtjes. Daarna was ik alvast de rijst. Als de groenten gaar zijn, dan voeg ik dubbel de hoeveelheid water toe dan de hoeveelheid rijst. Als het water kookt, dan voeg ik de rijst toe. Dan doe ik de deksel op de pan en draai ik het vuur laag totdat het klaar is. Dit gerecht kost 2,78 euro, wat mijn totaal na 30 dagen de hele maand brengt op 95,23 euro. Ik ga dan regelmatig maaltijden posten met de prijzen erbij.